zijn hier bij de Happy Prince. Het beeld is gemaakt door Ryan Garland en symboliseert het bekende verhaal van Oscar Wilde. Het verhaal gaat over een prins met een juwelen standbeeld die is vernietigd doordat hij al zijn juwelen aan de armen heeft gegeven van de stad om hun pijn te verlichten. De ruïne staat voor het plastic beeld van de prins. Zoals we zien, zien we de gevallen zwaluw die hij te vriend heeft genomen om de armen te helpen. Verder zien we ook allerlei kleine symbolen die wat symboliseren van het verhaal de Happy Prince van Oscar Wilde, die in 1900 is overleden. It's kind of weird, the decision making, because that's all that art is, isn't it? It's just making a load of decisions. It's just making one decision that leads you to two decisions, that leads you to three. But every time when you make the first one, you've cut all those decisions down to what they could be. It's just about eloquence of decisions and being finite. Toegewijd en vastberaden bouwt de Surinaamse beeldend kunstenaar Marcel Pinas aan een even indrukwekkend als veelzijdig oeuvre. Het cultuurgoed van de Surinaamse Maron-gemeenschap Njuka, ook wel Alkaners genoemd, is inspiratiebron en drijfveer tegelijk voor Marcel Pinas, die zelf ook tot deze gemeenschap behoort. Zijn boodschap, Kibi Akulturu, oftewel behoud de cultuur, draagt hij uit door middel van zijn kunstwerk.